Water is een van de vier basisingrediënten van bier, is dan ook zeer belangrijk voor de smaak en het type van het bier. In water zit er veel kalk en kalk heeft dan ook een grote impact op de smaak en de stabiliteit van een bier, maar ook heeft dat slijtage op de machines. Vroeger gebruikten wij zouttabletten om het water te ontharden. Door de grote groei van de brouwerij hadden wij meer water nodig, waardoor wij dus meer zouttabletten moesten toevoegen. Aangezien dat allemaal manueel dient te gebeuren, nam dat enorm veel tijd in beslag. Daarnaast hadden wij ook een enorme stockage van de paletten zouttabletten in ons magazijn. Onze contactpersoon bij Zoutman kwam met een oplossing, namelijk Pekel. Dat had het grote voordeel dat er weinig stockageplaats nodig is. Eén pekeltank, de grootte van twee paletplaatsen. De chauffeur van Zoutman doet alles zelf, dus hij lost de tankwagen. Alles komt in de pekeltank en vanuit de pekeltank gaat alles automatisch naar de verzachters, waardoor wij continu mooi zacht water hebben om een goed bier te brouwen. Bovendien kan Zoutman het niveau in onze pekeltank continu van op afstand opvolgen. Het moment dat het niveau te laag komt, belt Zoutman mij op om de volgende levering in te plannen. En voor mij als aankoper is dat natuurlijk een groot voordeel dat ik dat zelf niet meer moet opvolgen. Door om te schakelen naar Pekel hebben wij een enorme verlaging van de loonkost, waardoor deze investering voor de brouwerij terugbetaald werd op 3 jaar tijd. Daarboven wordt het zout op een volledig ecologische wijze geproduceerd, wat ten goede kwam voor onze deliriumbieren en onze klanten. Door het gebruik van Pekel hadden wij geen zakgoed meer, waardoor de afvalberg verkleinde. Duurzaamheid is dan ook enorm belangrijk voor de volgende generatie en Zoutman is ons daar volledig in gevolgd. Santé!